zijn op het oude V&D-gebouw in Heerlen. En een aantal maanden terug heeft Stichting Getting Up de opdracht gekregen vanuit Tim Siele. Hij is de eigenaar van Brasserie Mainscape. En hij zit in de stichting Sparkle Up Your Mind. En Sparkle Up Your Mind die is weer opgezet door Lianne. En Lianne die heeft in 2015 heeft ze borstkanker gekregen. En in 2017 kwam dat ongeneeslijk weer terug. En zij wil eigenlijk met die stichting aandacht vragen naar onderzoek van uitgezaaide borstkanker. En haar positieve boodschap overbrengen aan de medemens. Dus dat je positief moet blijven in donkere tijden, zeg maar. Toen ik dat hoorde van Getting Up, dacht ik van het zou eigenlijk super logisch zijn als ik dat zou doen samen met mijn moeder. Want mijn moeder die heeft dus 5 jaar terug ook borstkanker gekregen. Maar ik vond het wel een beetje eng om haar te confronteren met het hele verhaal. Omdat het natuurlijk nooit leuk is om te horen dat dit soort situaties ook gewoon een hele slechte afloop kan hebben. Maar ze reageerde er heel positief op en dat was wel heel bijzonder eigenlijk.